Hallo, welkom bij Lijf en Liefde, de vraag van vandaag. Waarin we antwoord geven op een vraag over je lijf, over de liefde. En over seks. Ja, ik ben Judith. En ik ben Sebastiaan. En de vraag van vandaag is... Oh. Ik had hem ook niet. Zo. Ja? Oh, ja? Wil jij hem lezen? Of... Nee, lees jij maar. Oké, de vraag is, mag ik porno kijken? Nou, jij mag voor mij prima porno kijken hoor. Ja, oh. Ja, nou, fijn. Maar werkt dat dan ook zo dat ik dat zelf mag beslissen? Of moet ik dat inderdaad toestemming vragen? Nou, niet aan mij. Nee, nee aan wie wel? Ah, ligt eraan hoe oud je bent, hè? Oh, ligt eraan hoe oud je bent. Ja? Je moet wel 18 plus zijn. Dat is waar. Dat zie je ook wel vaak op de websites waar ze porno laten zien. Ja. Dat je dan 18 plus moet zijn. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed... eigenlijk is de vraag, ja, als jij graag porno wil kijken, mag dat dan? Ja, in de basis, als je volwassen bent, mag je zelf beslissen. Ja. Nou kan het natuurlijk wel zo zijn dat mensen in je omgeving daar anders over denken. Die dan vinden dat dat niet zo goed is als je porno kijkt. Of die dat afkeuren en zeggen dat het niet oké is en dat je dat niet mag doen. Terwijl je het zelf wel wil doen. Wat dan? Ja. Ja, dan mag je het wel doen. Ja. Dan mag je het inderdaad nog steeds wel doen. Ja. Het kan ook wel zo zijn dat soms als je op zoek gaat naar seks op het internet, kom je van alles tegen. Mm-hmm. En het is ook zo dat je daar soms ook wel eens snel een soort van virus kan krijgen op je computer of op je telefoon. Omdat je klikt op bepaalde links die dan een virus op je telefoon of op je laptop of iPad, ja, waar je dan ook op kijkt, zetten. Dus het kan soms ook wel... Soms kan het ook wel zo zijn dat het daar, dat dat een reden is waarom ze zeggen niet meer doen. Nee, precies. Ja. Ja. Wat zou je dan kunnen doen? Stel nou dat je het al een paar keer hebt gebeurd. Er zijn veilige sites. Ja, er zijn veilige sites. Als je het lastig vindt om te beslissen of om te bekijken welke site nou veilig is, is er ook nog wel een tip waarin je kan zeggen, nou, ik zorg voor een aantal films. Soms kan je dat ook nog afstemmen. Stel dat je bijvoorbeeld je ouders of... andere mensen zeggen, we vinden dat niet fijn of we vinden het niet fijn als je heel veel soorten porno kijkt. Maar sommige films vinden we wel oké. Dan kan je ook bepaalde films kopen op DVD. Mm-hmm. Of je kan ook films online kopen die je dan kan streamen. Maar even, hè? Ja? Ik kijk zelf geen porno. Maar raak je dan niet uitgekeken als je dan elke keer dezelfde film ziet? Nou, dat zou wel kunnen, maar het is ook niet zo dat je dan één keer een film koopt en dat je daar de rest van je leven voor naar moet blijven kijken. Je kan daar natuurlijk ook wel eens in zoveel tijd gewoon weer nieuwe films aanschaffen. Dat ja, dat kan. Ja. Ja. Dus dat is soms nog kan het een tussenoplossing zijn. In de basis kan je er zelf over beslissen. Mm-hmm. Wat wel nog even een goede misschien is om te zeggen, je kan naar porno kijken. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk het kijken van kinderporno en het kijken van dierenporno is bij wet verboden. Ja. Dus dat mag niet. Mag niemand niet. Je mag het niet doen, maar je mag er ook niet naar kijken. Nee, inderdaad. Ja, en je mag het ook niet bezitten. Nee. Nee. Dus hopelijk was dat een goed antwoord op jouw vraag. Wil jij nou ook nog een vraag stellen? Dan kan dat. Stuur dan een mailtje naar... lijfenliefde@philadelphia.nl of stuur een kaartje naar dit postadres... En de postzegel is daar niet voor nodig. Nee, en alle vragen beantwoorden we anoniem. Dus we gaan niet zeggen wie de vraag heeft gesteld. Nee. Volgens mij hebben we dan alles gehad, hè? Ja, hopelijk tot de volgende vraag dan weer. Ja. Doeg! Doei!